Dit Colosseum is het decor voor de slottijdrit. Die wordt gereden bij veranderende weersomstandigheden. Kijk maar hoe Jens Voogd door de natte bocht gaat. Deze Litouwse kampioen tijdrijder, Konovalovas, mag vroeg in de namiddag fietsen, kan het droog houden en verrast iedereen. Hij wint deze tijdrit. Als het zo moet, daar heb ik niet veel zin in, zegt Armstrong. De Amerikaan neemt geen risico's na een behoorlijk goede Giro. Dan graag toch even uw aandacht voor deze Kevin Seeldraaiers uit de ploeg Lefevre. Seeldraaiers eindigt als beste jongere in deze Giro in het zog van de Bos nota bene. 22 jaar, de allereerste Belg in de geschiedenis die beste jongere wordt in een grote ronde. Maar dan, het duel Di Luca Menchov. 20 seconden is het verschil bij de start. Di Luca start als een bezetene en heeft na 3 kilometer de snelste tijd. Menchov 5 seconden verloren ten opzichte van Di Luca. Ja, 5 seconden verloren. Ongelooflijk. Op 3 kilometer tijd. En je ziet die de spatten op de lens. En de Italianen die worden nu al een beetje gek. Hè? Helaas voor hen is die gekte van korte duur. Menchov maakt meteen tijd goed op enkele lange rechte stukken. Danilo Di Luca komt binnen, gegokt en verloren. Of toch niet? Oeh, hij valt. Jongens, toch valpartij. Menchov, dit is ongelooflijk. In de slotkilometer. Menchov, andere fiets. En de Giro staat op zijn kop en is dat dan voldoende? Hij wordt op gang geduwd. Di Luca gelooft zijn eigen ogen niet. Maar mirakels bestaan niet. Menchov houdt voldoende over en wint de 100-jarige Giro met 41 seconden voorsprong op Di Luca. Een kreet vol emotie na ongetwijfeld de val van het jaar. Hij won eerder al 2 Vueltas en is nu voor het eerst de gladiator in een ronde van Italië. Denis Nikolajevic Menchov.